Ik heb het idee dat ik al heel veel shots van jou gezien heb dat je je haar aan het doen bent. Ik heb een cadeautje voor je. Wat is dit? Ik heb wel honger, dus mag ik hem ook op? Ja, je mag natuurlijk, het is toch voor jou? Hij is al. Ik heb hem zeg maar niet gisteren gehaald, dus ik weet niet of. Nog. Ja, hij heeft een beetje de rimpels. Ja, het is een beetje een berimpelde. Een beetje een oude vrouwenvagina. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Calvin en dit is. Tim, wat een legendarisch dat je er bent. Wat een eer! Ik doe het eigenlijk bijna nooit. Wat een eer! Ik vind het leuk. Wij zitten bijna een beetje op het ongemakkelijke spectrum, heb ik soms het idee. Waar wat? Op het moment dat de camera's draaien. Dat we het niet erg vinden om het een beetje ongemakkelijk te maken. Nee, maar niet. Nee. Het is ook niet een trucje, het is meestal gewoon wat gebeurt. Ja. Tim, je zei het net al, je doet eigenlijk dit nooit. En dan vroeg ik me af, waarom wel nu? Nou, ik vind jou al vriendelijk. Yes! En... I got approved by Tim Hofman. Je hebt ook gewoon een miljoen abonnees. ik ben altijd op zoek naar interessante, leuke mensen waarvan ik denk, hey, I love them. Tegen wie je kan vertellen, ik heb een miljoen abonnees. Hij heeft dat al 17 keer verteld. Hou je helemaal niet. Helemaal andermaal. Leuk dat jullie kijken. Het is legendarisch vandaag, want we gaan... Tinderen met de knapste man van Nederland, Tim Hofman. Heb jij ooit daar een soort van prijs voor gekregen? Nee, ik win wel veel YouTube-prijzen. Welke dan? Ik heb wel eens een vierbord gewonnen. Ja, toen er nog die lelijke olifanten waren die uit elkaar vielen. Ja. Ik ging met twee delen naar huis, jammer. 23 maart 2019, koop je kaarten. Ben je erbij? Het is een AFAS, toch? Het is een AFAS. Ja, ik kom wel. Omdat ik je aardig vind en omdat je een miljoen abonnees hebt. We gaan vandaag wederom tinderen. Dat doe ik regelmatig met andere mensen. Ik heb gisteren een Tinder-accountje voor je aangemaakt. Ja. Jij vond het zomaar prima, dus dat vond ik mooi. Want jij bent gewoon hartstikke verliefd op een vrouw. En dat betekent daarvan uitgaande dat jij niet een Tinder-account hebt. Nee, zeker niet. Okay, ik heb het nog nooit gehad ook. Echt niet? Je hebt nog nooit dit gedaan? Ik heb nog nooit... Nou, ik heb wel eens één keer voor mijn beste vriend gedaan. Ja, nee, maar zo begint het dus. De laatste video die ik maakte over Tinder was met Thomas van Stuk. En die zei op een gegeven moment ook, ja, weet je wat gewoon kut eraan is? Je moet zo gesprekken voeren via typen. En dat vond hij kut. Want hij kan niet schrijven. Nee, maar hij is gewoon die gladde jongen die gewoon zo... Oh, ja. Dat shot dat je over zo'n bar glijdt zo naar zo'n vrouw. Ja, dat is hij gewoon. Ja, maar even, want hij doet dit veel toch? Oh, nu heeft hij een relatie. Oh, dan deed hij het vroeger misschien veel. Tim, ik ga met Stefan. Ja. Zal ik je even je accountje laten zien? Ik heb foto's voor je toegevoegd. En ik heb je huismoederfoto. Ik heb je Timothy genoemd. Hoezo? Ja, ik vond het wel een leuke variant op jouw naam. Ja. Hier, ik heb deze foto's uitgekozen. Dit vond ik ook wel je influencerfoto. Ik kan niet ontkennen dat je toch een beetje influencer bent. Ik ben ook gewoon influencer. Alleen. Lekker, Tim. Ja, ik verkoop mij niet zo vaak producten. Ik verkoop handtekeningen. Dat soort shit. Wil je nog iets pluggen? Doe het nu. Dankjewel. Het was een feest. Was vet, hè? Ja, het was heel briljant. Sick. Abonneer op Boos. Doe dat. We zitten nou nog steeds op 355.000 abonnees. Godverdomme wat weinig. Ja, ik weet het. Maar ik wil naar de half miljoen. Gewoon zodat ik ook mensen zoals jij uit kan nodigen. Jongen, ik ben al een keer geweest toen jij met je bakkers in het ziekenhuis lag. Toen was ik daar om jouw kanaal leven te houden. Weet je wat we gedaan hebben? Toen hebben we gemaild. Zeiden we, beste Calvin, we hebben meer dan een half miljoen abonnees. Zei hij, oké, dan kom ik wel. Nog even resume terug naar Iro. Dit zijn foto's. Ik heb ook deze gedaan. dit is Niels van Temptation. Nou, perfect. En dit, ik dacht, ja, weet je. Je moet ook een beetje deze kant van jezelf laten. Zeker. Dit komt allemaal van jouw Insta, dus ik bedoel... Ja, dit is ook oké. Dit ben ik gewoon in mijn blote... En deze vond ik ook mooi. Dit is classic met Ronnie. Maar dit is 2015. 2015? Ja, Ronnie had net drank en drugs uit. Die kwam toen nog gratis optreden op het Spuiten Slikfeest. Die tijden zijn voorbij, jongens. Ja, maar inmiddels kunnen we het ook allemaal betalen als Ronnie komt. Dus dat maakt niet uit. Nou, hoor hem hoor, hey. Timmy! Verdienen echt absoluut het allerminst van iedereen. Ik overhandig... Oh nee, wacht. We moeten nog even één ding doen voordat we daadwerkelijk beginnen. Ja? Nee. Je kan dus je info even bewerken. Dus hier heb je foto, die heb ik al gedaan. Maar je moet even een beschrijving over jezelf bedenken. Ik maak televisie en ben vaker nuchter. Dat is alsof ik dan een drankprobleem heb. Maar heb jij alcoholische dranken in je koelkast? Nee, ik heb geen bier thuis of zo. Oh. Meestal flessen drank, die neem ik mee als ik reis of zo, weet je wel. Waarom neem je flessen drank mee als je op reis gaat? Nee, vanuit het buitenland. Oh. Nee. Doe gewoon eventjes wie je bent of wie je niet bent. Of maak er een grapje van, dat kan je. Je bent zo lekker ad hoc. Voor seks. Ik ben gewoon eerlijk nu. Dat is eigenlijk waarom je op Tinder zit. Dat dacht ik dus ook altijd. Oh, is dat niet maar zo? Dat is schijnbaar niet altijd. Is het een afknapper? Kijk, wat nu nog heel erg belangrijk is voordat we daadwerkelijk van start gaan, is de reach. Kijk, je kan zowel mannen als vrouwen als je dan toch voor seks gaat, dan maximum afstand. Leeftijdsbereik 20 naar 40. Ik ben wel oud. 20 is wel jong.
18 is ook. Nou, wat zul jij? Jij zegt 20 is jong, jij gaat gewoon naar terug 18. Naar 18. Ja, dat was de verkeerde kant. Maar mannen doen er gewoon bij. Lekker, Tim. Dat is toch lachen. Let's fucking do this. Dan overhandig ik jou officieel een telefoontje en dan mag je swipen alsof je leven ervan afhangt. Mocht je trouwens deze video kijken en denken, what the fuck, waarom kan ik niemand zien? Nou, dat komt omdat ik iedereen moet blurren. Dus je mag ook gewoon je mening geven over hoe iemand eruit ziet, want ze zullen toch nooit weten wat zij zijn. Ik vond dat wel een leuk meisje, want ze had tattoos. Maar je hebt het weggedaan. Ja, oh, wat erg. Ik weet je, toen ik vrijgezel was, hè, toen had ik 10 jaar relaties gehad. Toen dacht ik, ik ga veel neuken. Ja. Dat dacht ik. Nee, maar dat dacht ik. Ik vond het zo saai. Echt waar? Ja, nee, ik wilde gewoon alleen zijn. Volgens mij was het in een jaar tijd of zo 10 vrouwen. Dat vind ik best wel schappelijk. Best wel grappig. Elke maand bijna 1. Tot zover diepte interview met Tim. Laten we doorgaan naar de oppervlakte, namelijk Tinder. Ze heet Isis. Isis. Je bent wel een denker. Zij is wel. Nou. Oh, dit is. Oh nee! Wat is dit? Super like! Oh shit. Wat betekent dat? Deze vrouw vindt jou dusdanig leuk dat ze heeft besloten om je een super like te geven. Wat betekent dat zij dus wil dat jij het ziet? Eigenlijk is ze gewoon naar je toegekomen in de kroeg en heeft ze gezegd. I want you. Oké, maar zal ik het gewoon terug doen? Ja, tuurlijk. Sorry Lisa, dit is niks persoonlijks. Ik doe dit voor het item. Maar... Ja, ja, we kunnen doen alsof het een verrassing is, maar... Tim, gefeliciteerd met je allereerste mens op Tinder ooit. Ik voel me schuldig. Ja, bericht verzenden, wat ga ik zeggen? Ik heb 3 maanden geappt voordat Lisa en ik op eerste date gingen. Echt waar? 3 maanden. Omdat je... Dat we gewoon elkaar leerden kennen. We hadden ook niet van... Was ik niet geil of zo? Maar heb jij wel seks met Lisa? Ja. Oké. Okay, ja. Dat vind ik... Ja, even van afgelopen kerst voor het eerst. Meestal appen we dan 2 maanden eerst en dan gaan we een keer elkaar naar bed. Je bent wel even je conversatie aan het uitstellen. Ja, conversatie aan het uitstellen. Ja, je bent... Het is volledige twijfel hier. Waar zit de vraagteken hoor? Super. En door. We gaan even werk van maken hier. Nicole. Ja. Oh ja, en de trouwjurk. Ja. Dit is toch een trouwfoto. Dit is toch een trouwfoto. Bastiaan, 26. Vind je eigenlijk van die mannen, maar Amber... Is... Amber heeft wel een leuk neusje. Vind je? Oh nee, laat maar. Ja. Ik vind het, weet je wat, ik heb dus een beetje een moreel probleem hiermee met deze... Zeg het! Ik schiet vrouwen maar gewoon af op 1 foto. Ja, dat heb je nu al herhaaldelijk gedaan. Maar wat ik dus nu basically denk is, seks ja of nee? Is Kylie nou... Jenner! Wat even? Oh, sorry? Wat oh, ik dacht dat er iemand had... Oh, je hebt een match! Met Nicole! Met die trouw... Met de trouwje! Heb jij nou... Mensen, dit is letterlijk een vrouw trouwje. In een trouwjurk. Met een soort foto wat lijkt alsof het genomen is door een fotograaf op een bruiloft. Maar ik wil ook niet onvriendelijk zijn tegen die vrouwen. Ik ben een enorme feminist, maar echt... Ik weet je wel... Dit is toch ook Kylie Jenner? Zegt een feminist, hé. Hey. Nou, de budget versie. Ja, fuck go, nee, man. Nee, niet budget versie van... AliExpress grap kan je niet maken bij vrouwen, maar... Jawel. Nina, voed deze man op! Ik ben er gewoon iets meer boers dan jij. Zeg jij het woord wijf wel eens? Nee. Of vind je dat ook niet echt kunnen? Nee. Nou ja, dat zeg ik dus wel eens. Ja, maar kijk... Maar dan in een mannengezelschap. Maar dan moet het toch ook kunnen, Tim? Nee. Oké, okay. Spijt me. Jasmin! Nou, ze is wel in jouw leeftijdscategorie. Oké, okay, laat maar. Oké. Okay. Je bent wel... Zij ziet er aardig uit. Oké, okay, go! Ze is 19. Wat is jouw absolute ondergrens? 31. Ja, je wilt niet jonger. Nee, Lies is ook ouder dan ik. Ook wel eens toen ik 27 was met een meisje van 18 geslapen. En wat was de recensie achteraf? Nou, dat was hartstikke gezellig, denk ik. Hey, je hebt een super. Je hebt een super like van. Moet jij even de naam uitspreken? Shakipe? S-H-Q-I-P-E. Nou, weet je, laten we het vragen. Ja, hoe spreek je jouw naam uit? Ben je rijk? In valuta. Ja. Wat is rijk? Je broertje. Hey, comedy! Hoe je dan heel comedy? Ja. Wat een draak, wat een man moet jij zijn op verjaardag. Als hij 50 is... Ik schreeuw naar zijn 9. Grapje! Ik maak een grapje, like mij! Oncologie studeert ze. Het is niet mijn type vrouw, maar dan, dat vind ik wel, dat kan je wel leuk mee praten. Maar jij bent serieus en dat is echt een compliment. Maar ik doe de Tinderen denk ik al 2 jaar of zo, of 3 jaar. Je bent de eerste als man die zegt, nou, ze is niet mijn type. Maar op basis van de biografie ga ik er wel liken, want waarschijnlijk heeft ze wat zinnigs te zeggen. Ze studeert oncologie. Ja, maar dat vind ik echt een compliment naar deze man. Abonneer op Boos. Ja, doe het. Abonneer op Boos. Oh, hoor je dat? Was dat de bel? Nee, het was het alarm. Het alarm betekent dat ik aan de beurt ben. Wat is het met jouw Tinder en rare namen trouwens? Katsjarin. Wacht. Katsjarin. Katsjarina. Kietsjara, ja, dat vind ik... Yo, je hebt een match met Kietsjarin Menari. Ben jij... Geen onvriendelijke shit, echt. Nee, doe ik niet. Ik heb een leuke woordgrap bedacht. Ja, maar hij wil even niet laden, dus... Wat was het ding met die paprika's? Verbouwde je vader paprika's? Nee.
Nee, mijn vader heeft koeien. What the fuck? Waar is Kitsunia meneer meneer Jiri? Hoe zeker ben ik ervan dat jij dit account verwijdert als ik straks de deur aanloop? Niet. 1 miljoen abonnees. Nou en? Hou je bek man, mafkees. Hoezo werkt het niet meer? Elle, ja is goed. Kai. Ik heb nog nooit een vrouw gezien die Kai heet. Wat leuk. Gender is een construct. Kiri, Kirine. Wat is er met die namen bij jou de hele tijd? Kelly. Ik vind je nooit leuker dan mijn kat. Kan je met je Lisa? Ja, het is Lisa. Dat voelt vertrouwd. Doe maar. Ik denk dat als Lisa Tinder zou hebben, zou dat haar Tinder bio zijn. Ik hou nooit liever... Ik hou nooit meer dan van jou... Kut! Heb je de basisschool nog afgemaakt? Helemaal een VWO-diploma, wat wil je dan? Kan niet anders. Wat als je nu op je 14 dan zo beroemd bent, dan... Oké. Waarom kan ik niet praten met Kitsi en de Menara? Ik zou dit nooit kunnen doen in mijn echte leven. Ik voel me echt een beetje een lul dat ik dit doe. Ja, nee, maar je bent een eerlijke jongen, dus dat is gewoon alleen maar goed. Maar weet je, als vrouwen er oké mee zijn, dan ik ook. Geldt dat voor alles? Als vrouwen er oké mee zijn, dan jij ook? Nee, niet als het gaat om pedofilie en moord. dan toch niet, nee. Chaya, Meria. Ja hoor! Heb ik weer een matchje? Met Chaya. Kijk, waarom kan ik niet met mensen... Tinder wil gewoon niet dat jij je vrouwvriendelijke shit over hun app verspreid. In mijn briefing stond Tim, jij moet mijn item gaan rechttrekken. Jij moet mijn imago rechttrekken. Ja, mijn imago rechttrekken. Als vrouw onvriendelijk tyfuslaaier. Ik als AliExpress Enon Joost. Nu is het nu tijd voor een intermezzo. Ik heb een hele leuke editor. Je kan alles zeggen wat je wil. Ja. Hoe heet je editor? Bram of Freek. Geef je of Jeppe. Geef je mensen wel eens credits? Ze mogen zichzelf altijd credits geven. Echt waar? Wat grappig. Ja, maar dat doen ze eigenlijk nooit. Nee, doe het nou eens een keer. Geef jezelf credit. Zet je foto's in beeld. Wij swipen wel. We zijn inmiddels een half uur aan het tinderen en ik ben oprecht op het punt waarop ik denk, nou is er nou iets mis met deze app? Mensen willen gewoon niet met je praten. Dat is jammer. Dit. Bij StukTV gebeurt dit nooit. Ja, dat komt omdat zij een man met heel veel geld achter zich hebben staan. Ja, nu, maar vroeger niet. Nee, maar toen gebeurde het ook. Heb je ooit wel eens met StukTV getinderd? Nee. Dus bek hou. Hier, kijk. Je hebt een match. Match? Oh, weer. Nou! Dit kan echt niet. Wat een geluksdag. Dan play je. Ja. Dan play je opnames in met Tim 4 maanden van tevoren. Omdat deze man programma's maakt over mensen die sterven, helaas. En dan is het eindelijk zover. En dan begint. We kunnen ook even Tinder op jouw telefoon installeren. En dan kun je nog heel even kijken of je daarop doet. Moet ik niet vergeten af te halen. Weet Lise dat je dit doet? Ja. Oké. Niet dat zij straks op Tinder jou tegenkomt. Lise en ik hebben... Ja. Dan zou ik vragen, waarom zit je op Tinder? Zegt ze, ik mis iets in onze relatie. Ik ga het daar gewoon netjes over hebben. Kijk even hoe deze man... Maar wij zijn echt zo. Lise en ik zijn echt zo. Ja, ik heb dat ook. Ja, toch? Dat is chill. Ja. Lina is helaas niet zo, maar... Nee. Ja. Het is sneer. Tinder is... Ja, Tinder is aan het buggen, man. Ja, je bent wel een geluksvogel, man. Misschien kunnen we het hebben over literatuur. Abonneer op Boos, dat staat in de beschrijving. 500.000, dat moet toch lukken? Er moet toch al 10% van jullie daar naartoe kunnen gaan nu en dat gaan doen? Ja, ik gun het je ook echt. Ja, ik ook. Ook omdat ik er deels gewoon als Hollander ook voor betaald heb. Dat is trouwens niet waar. Oh. Het is ledengeld van BNN Vara. Ik ben lid. Hey, luister nou. Ja, die Tinder is officieel doomed. De app is definitely kapot. Ja, hij doet op mijn telefoon ook niet. Dit is tot op zover, vind ik, een van de leukere Tinder video's. En ook een van de mislukste. Ik heb nu ook niet, mijn hele spanningsboog is ook uit elkaar gevallen nu. Ik weet niet precies. Ja, ik zat ook. Ik zat met vlinders in mijn buik. Denk ik, ja. Nu gaat het gebeuren. Misschien kom ik wel de liefde van mijn leven tegen. Nou, of Lize. De Lize van je leven. Comedy! Niet zo erg. Nee, ik denk dat we officieel dit moeten zien als een uitnodiging voor een tweede poging. Ergens later in het jaar. Maar is het dan nu gewoon hard te lassen en dan zitten we hier weer, maar dan heb ik een ander shirt aan? Nee, dit is gewoon de video van vandaag. Oh, dit is wel de video voor vandaag. Ja, we hebben gelachen. Dus that's all it needs, man. Je hebt je halve paprika opgegeten. Ja, ik heb echt mijn best gedaan. De meeste mensen komen niet zo ver. Die nemen 1 hap en die denken, ja, leuk, gimmick, nou, doei. Abonneer op mij! Excuses voor de gefaalde Tinder video, maar hopelijk heb je genoten van je leven. Wil je nog wat weten? Nee, dit was hem waar. Tinder, fuck off! Ik ga hem eerst van mijn telefoon halen voordat dit gedoe wordt. Bedankt voor het kijken, de ballen, laat ze niet vallen! I love you! Of laat ze eens wel vallen. Doe eens. Probeer wat nieuws. Doe eens gek. Yeah!